Een zeer goedemorgen allemaal en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. Ik ben nu rustig de afwas bezig. Dan s'avonds een goede ontbijt nog doen. Hopelijk lukt dat nog. Ja, dat is een vroege uur dat ze gaan langskomen. Die van Samenpunt. Dag, om 9 uur zet ik mijn wekker. Dan zal ik tijd genoeg hebben om wakker te worden, om te kunnen eten, koffie te zetten, noem maar op. Maar de tijd begint wel weg te tikken. Ik zal het zo zeggen. Zelfs een heerlijk tasje koffie. Met lekkere sandwichjes erbij natuurlijk. Hopelijk heb ik het er nog. Dan ben ik vergeten te kijken. Heb ik nog sandwichen? Dat is de vraag die ik me nu stel aan mijn eigen. Heb ik nog sandwichen? Ik kan daar direct kijken als ik de afwas gedaan heb, want ik moet nog maar één ding doen. Voilà. Ah nee, nog twee dingen. Voilà. Dat gaan we doen. Voilà. Dat is dat ook al gedaan. Eens even kijken. Nu ga ik kijken. Als ik nog een sandwichje heb. Ik doe mijn broodrommel open. Ja, ik heb een sandwichje. Zijn ze nog goed? Kijk ook nog kijken. En ze zijn nog te eten. Ja, ze zijn nog te eten. Voilà. Dus die ga ik al op de tafel leggen. En dan ga ik ze biet kunnen eten. Even mijn weegschaal terug te doen. Zelfs bevragen als ze die pilletje eruit kunnen halen. Ik had juist hier een auto zien voorbij rijden. Eens even kijken als hun dat zijn. Ik hoop van niet. Ik moet nog een en ander hier nog opruimen. Allee, hup, gordijn open. Het ziet er naar uit dat ze hun dat zijn. Kut. Ah, het zijn hun al, dus ik ga even de tempo moeten verhogen. En dan zien we ook anders zelfs weer al. Yo. Dus ik moet hier nog zien wat ik hier nog moet doen. Voor af te doen. Zo, ik heb hier gesprek gehad met Samenpunt. Het is hier ook allemaal heel goed verlopen samen met mijn schatje Bea. Mijn hoofdproject die gaat hoogstwaarschijnlijk ergens, als alles goed verloopt, zondag online gaan komen. Als alles goed verloopt. Ik beloof niks. Ik doe mijn best. Zondag gaat er nog iets heel leuks op mijn YouTube-kanaal online komen. Waar ik nu toch al 57 uur al aan mijn pc laat doen. En die moet nu nog 25 uur. Oké, het is nog ietsjes meer dan een dag. Dus 1 uur meer dan een dag moet hij nog doen. En dan zat ik hier ook op te kijken. Dames en heren, als jullie de website kennen. Jawel, van DHL. Ja, ik verwacht ook nog een pakje. Ik moest even rondkijken daar dat ik die lange in heb gelaten. Dames en heren, jawel, hij gaat binnenkort terug de lucht in. Hij gaat de lucht terug in. Jawel, binnenkort. Meters hoog de lucht in. Met mijn A1 en A3 diploma. Voilà. Voor de rest ja, heb ik niet meer veel te doen. Ah ja, dus over de DHL. Ja, ik kijk deze morgen trekkingscode. Ik krijg een sms'je. Ik zal het eens even erbij nemen.
Yes, DHL Magix. AWB, dus mijn trekkingsnummer. To Alken Limburg, 15 december 23. Om 10 uur 23 AM. Shipping is on hold. Process Belgium's questions. www.dhl.com. En dan heb ik opnieuw een sms'je gekregen. DHL Magix. AWB, dus mijn trekkingsnummer. To Alken Limburg, 15 december 23 om 11 uur 36. Shipment is out with courier for delivery. Dus die is dus nu buiten het distributiecentrum gegaan in Brussel. Dus dat kan nog een tijdje duren voordat het dan hier is. Maar ik verwacht het ook nog vandaag. En dan ga je die trekkingscode kijken op hun website. Dus ik pak jullie weer al mee. Voilà, als ik beeld krijg. Dus ik zit op hun website. En dan komt daar te staan hier. Dit. Ik zal dus even ook eens voorlezen. Sorry, your tracking attempt was not successful. Please check your tracking number. Dan heb ik dus zitten te bellen naar DHL toe. Dus de DHL Express. De nummer staat ook op de website. 02-715-5050. Ofwel doe je het via WhatsApp. 32-2899-4769. Maar ik heb het dus gewoon gebeld. En hun zeggen van ja, we hebben softwareproblemen. Oké. Okay. Geen enkel probleem. Maar je kan... nu wel. Voilà. Het is opnieuw veranderd. Ziet, het is opnieuw veranderd. Ze hebben softwareproblemen. Maar het is nu wel veranderd. Yes. Ziet, dus yes. Ik ga eens even kijken wat hierop staat. Dus ik wil dat het pick-up het is. Deze ga ik allemaal aanvinken. Ik wil op de hoogte houden via sms. In het Engels mag dat, ja. Dan mijn telefoonnummer. Ja, die ga ik dus niet openbaar zeggen. Dus voeg ik mijn telefoonnummer daarin. En dan druk ik op add. Voilà, die is toegevoegd. En dan wil ik het ook nog via e-mail nog ontvangen. Dus dan ga ik daar ook mijn e-mailadres invullen. info@, die mogen jullie wel weten, psychotv.be. Voilà. Dan klik ik nog een keer op add. Voilà. En dan klik ik op done. En dan krijg ik wel berichtjes aan als het geleverd wordt, als het onderweg is, noem maar op. Allee, ik ga me hier nog even bezighouden. Deze avond komt Bea ook terug. Ik ga haar niet ophalen, want ze gaat sowieso met de lijn komen. Wat ik nog ga doen, dat weet ik nog niet. Ik ga nog wat YouTube kijken. Ook nog bezighouden op website. Ja, ik doe heel veel achter de schermen van de website, dus... Je ziet niet direct de veranderingen op mijn website. Je zegt, je bent zo vaak bezig op uw website. Maar we zien daar toch geen veranderingen in. Nee, dat klopt. Maar soms wel. Dus als ik lampartjes of zo terug zit toe te voegen op mijn website, ja, die zien jullie wel direct verschijnen. En ook de scrollbalk wordt ook regelmatig ook aangepast dus voor de opkomende lampartjes. Ik ga hoogstwaarschijnlijk nog een aparte lijstje maken met allemaal de juiste volgorde. Met LAN-parties en ook de juiste informatie. En ik denk, elke LAN-party naam, dat die ook een eigen pagina gaan krijgen. Ook met hun eigen kalender erop. Wanneer dat hun eigen LAN-parties zijn en wanneer dat hun ook eigen LAN-parties zijn geëindigd. Een soort Wikipedia-pagina. Dus dat je dat zo wat kunt bijhouden van... Oh ja, in het verleden is die LAN-party geweest. Maar ik ken ze wel niet allemaal meer hoor. Voilà. Ik ga jullie laten nu, want ik moet ook naar de kleine kamer toe gaan. De kleine kamer, dat is sowieso de wc. En dat ga ik jullie niet meenemen. Hè. Dus ik zie jullie allemaal straks als zo terug. Zo, met gekuist te hebben en de afwas gedaan te hebben. En nog wat aan mijn website gesleuteld. Ben ik weer al onderweg naar Bea toe, jawel, naar mijn schattekje toe.
want we gaan een hele leuke weekend tegemoet. Maar zouden we ook nog even wat inkopen doen voor avondeten? Ik denk dat ik hotdogs ga eten. Daar heb ik goesting in. Maar ik heb even gauw gegeten. Maar het is druk verkeer op de baan. Het is druk verkeer. En dan reed er nog een tractor voor mij. Jee. Halleluja. Ja, dat ik ja erop. Dus ik ben nu onderweg dus terug naar Bea toe. Dus dan ga ik ook nog even de winkel in duiken. Voor even kijken, het is 2:15. Ik denk dat ik misschien ook nog naar de Action ga voor kerstkaartjes te kopen. Want het is ook binnenkort kerstmis en dan moet ook iedereen goed verzorgd zijn met cadeautjes. Mijn cadeauken is vandaag aangekomen. Wat mijn ouders hebben besteld, dus dat is bij mijn thuis aangekomen. Maar alles komt wel in orde. Jojo. Zo, even hier bij de Carrefour gestopt voor sandwiches en worstjes. En ook een duvelfles voor je maatje. En dat wordt ook zelfs ook heel leuk om op te rijden. Ziet dus wat file. Ja, wat een man. En dat gaat helemaal door tot helemaal om die bocht daar. Ja, Hasselt. Je zit dicht aan het slippen. Dat is niet goed, hè? Allee, ik ga eens vertrekken richting mijn appartementje. Lekker warm binnen. Want het is toch wel fris gezond. Ja, mensen. Zo, ik ben terug op mijn appartementje aangekomen. Wat ik nu ga doen is... Je ziet, kerstverlichting is al aan. Maar ik ga die nu nog eens een keer uittrekken, dat die uitvallen. Voilà. En terug aan. Voilà. Dan val mijn headset even op de grond. Voilà. Dan moet ik even een wagen. Even kijken als hier niemand is. Oké, ik kan het. Ja, mijn gsm ging af, ik weet het. En dan gaan we deze op flikkerstand zetten. Nee. Deze. Nee. Deze, dat was zo zachtjes. Aan en uit. Aan en uit. Voilà. Nee. Was zo geflikker. Dat is ook wel mooi, ja. Deze geflikker gaan we houden voor de ganse avond. Alsjeblieft, geburen, met het geflikker van mijn kerstverlichting hier aan mijn gebaren. Laat het ook in de comments weten hoe jullie het vinden met mijn zo hoge stem. Vinden jullie dat toffer of niet? Even kijken als die hier ook op past. Ik heb iets meegenomen. Voilà. Ja, het past er maar half op. Ah, zo past het er helemaal op. Oké, wat ik nog wou zeggen is... Wat we nog gaan doen nog vanavond... Is... mijn schatje is wat ziek. Dus... Ja, dus het kan zijn dat mijn maatje ook nog vandaag gaat afkomen. Maar ook mijn schatje is ziek, dus ik wil die ook wel verzorgen, daarom dat zij ook bij mij is. Dan. Ja, dus mijn maatje Chris die gaat ook waarschijnlijk nog gaan afkomen. Wij gaan dan ook nog een avondje Rummikub dan nog spelen. Dus dat staat ook nog waarschijnlijk nog op het programma. Maar ik ga nu ook even mijn schatje laten rusten en rond een uur of 7, 8. Gaan we nog gauw ook nog eten. Wat staat er op het programma? Dan kan ik niet filmen, jammer genoeg. Dat zijn gewoon ordinaire hotdogs. En nu ben ik ook even mijn gsm ligt op mijn kamer. Juist.
kan ik niet de magische woorden zeggen van lichten aan. Maar misschien dat mijn schat het wel kan doen. Ik moet wel alle lichten aan. Nee, gewoon lichten aan. Oké. Okay. Ze gaat het nog eens een keer proberen. Ja, Timmy. Ja, rustig. Ik zeg gewoon tegen mijn kijkers. Dus ik... Oké, okay, oké. Okay. Dames en heren, ze gaat de lichten aan doen. 3, 2, 1. Tju, mislukt. Voilà. Nee, nog een keer. Ja. Waar staat die aan? Waar? Of staan die hier met de lichtknop uit? Ja, die staan hier met de lichtknop uit. Oké. Okay. Ze zijn aan nu. Voilà. Hier zie ik mij beter. Daar was het. Hallo, 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 hallo. Dus ik ga eens kijken als het lukt dat dat door mijn schat wordt gedaan, ook eens lichten uitdoen. Nee. Nee, dat wil ze niet doen. Oké okay, dan. Ja, dus waar was ik over bezig? Ja, dus Chrisje gaat hoogstwaarschijnlijk zelfs ook nog afkomen, dus we gaan dan ook hoogstwaarschijnlijk ook Rummikub spelen. Dan... Nog iets. Ik ga het er nog een keer eens erbij nemen. Voilà. Dit hier. Daar is iets gebeurd. Jullie zeggen van, oh jee, daar is iets gebeurd, daar is iets gebeurd. Ja, daar is zeker iets gebeurd. Tada! Het pakketje is aangekomen. Dus hier zit ook de dronebatterij in. Maar ik mag het niet openmaken. Tot na. Mag ik het niet openmaken tot na. Jawel, mensen. Zeg het maar. Jawel, in de comments. Kom maar. Jawel. Ik zie jullie allemaal al typen. Ja, ik zie het al verschijnen. Christmas, 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 Christmas. Kerstmis, kerstmis, kerstmis. Oh ja. Pasen. Ik zie ook Pasen ertussen staan. Ja, ja, ja. Oké, okay, dat is goed. Dus ik ga het hier ook bij laten. Dus jullie weten het binnenkort. Jawel, dames en heren, zijn weer wat natuurbeelden met mijn drone. Maar ik ga nog gauw nog, voordat ik ga afronden, nog gauw nog iets laten zien. Dat is deze veld. Ja, daar staat ook mijn notteke nu. Hallo. Deze veld ga ik gebruiken voor met de drone dan leren terug even te vliegen. Dat ik het terug wat onder controle heb. En dat ik dan ook mooie drone shots kan maken. Dus ik ga jullie nu laten. Dus ik wens iedereen nog een prettige dag nog verder. Vergeet ook geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet ook niet op het ding-a-ling-a-ling, 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 ding-a-ling-a-ling te drukken op het belletje. Dan blijf je zo op het hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Jawel, dames en heren. Zo simpel is dat. Gewoon op dat mooi icoontje van het belletje te drukken. Zo blijven jullie op de hoogte. Mensen, tot later. Yo, yo.